wat we vooral voor mensen die inderdaad docent zijn, verpleegkundige zijn, politieagent zijn, wat in gelukkig steeds meer gemeenten gebeurt, waar ik groot voorstander van ben, is dat er ook expliciet voor u wordt gebouwd. Want we willen graag u in de stad houden, in het dorp houden. We willen graag dat u kunt werken daar waar u woont. En we weten dat dat nu voor zoveel mensen niet het geval is. Dus naast inderdaad bouwen, heel veel onzinnige regels schrappen. Het duurt nu tot 10 jaar dat een huis wordt gebouwd. Dus het klopt, we kunnen niet morgen die oplossingen meteen bieden. Maar het gaat wel tergend langzaam in Nederland. En daar zijn we zelf ook allemaal bij. Dat zijn geen natuurwetten. Dus naast het bouwen en zorgen dat ook die maandlasten beheersbaar blijven, zodat mensen ook überhaupt een huis kunnen betalen, zou ik heel graag willen dat we voor docenten, verpleegkundigen, politieagenten op zoveel plekken in het land ook specifiek woningen hebben. Aan de ene kant wordt het probleem totaal ontkend en aan de andere kant wordt die zo opgeblazen dat het ook heel veel mensen geen recht doet. Aan de ene kant, de instroom moet naar beneden. Zeker. Dat is evident. Ja. 223.000 mensen vorig jaar, waarschijnlijk dit jaar 170.000. Het is te hoog, daar kan je niet tegenop bouwen. En het veroorzaakt ook nog heel veel problemen. Dat gaat over asiel, dat gaat over arbeidsmigratie en dat gaat over internationale studenten. Daarnaast hebben we het vanavond niet over, maar ook daar kunnen we het over hebben. Is het wel degelijk zo dat we ook problemen hebben, doordat we veel te lang hebben toegestaan dat mensen hier niet goed geïntegreerden, ja, niet goed onderdeel ervan uitmaakten. En die beide uitersten doen gewoon geen recht aan de werkelijkheid op straat en de levens van mensen. En dat ergert me, omdat mensen willen horen, wat ga je nu doen om mijn problemen op te lossen? En dat is niet ontkennen en dat is niet opblazen, maar dat is ze feitelijk aanpakken.